Nou, voor de kijkers, welkom bij dit interview over de mens achter de leider. Toen ik mijn gast van vandaag vroeg naar de kern van zijn visie over leiderschap, vertelde hij, mensen willen graag een waardevolle bijdrage leveren vanuit hun drijfveren en deskundigheid. Geef hen de ruimte om dit te doen. Dit interview met Jean-Pierre Giese, lid college van bestuur Moza Lira, Stichting voor Leren, Onderwijs en Opvoeding. Welkom, Jean-Pierre. Ja, dankjewel. Leuk. Ja, je geeft aan... Iedereen wil een waardevolle bijdrage leveren, hè, en dat vanuit de eigen drijfveer en deskundigheid geeft de ruimte om dat te doen. Kun je dat toelichten? Ja, nou ja, goed. Weet je, mensen zitten heel veel uurtjes van hun leven, hè, in ieder geval van een dag op het werk, hè, gaan naar het werk. En ik ga er nog altijd vanuit dat mensen graag komen. Dat ze niet iets doen waar ze met tegenzin komen. Dus mensen komen eigenlijk om hun werk goed te doen. Mensen willen hun werk goed doen. Willen iets bijdragen aan het werk. Hebben hopelijk daar een goede keuze in gemaakt voor welk bedrijf dat ze werken. Maar je mag ervan uitgaan dat het grote gros dat heeft gedaan. En als je van daaruit redeneert, hè, dus dat mensen graag komen een waardevolle bijdrage willen leveren. Ook nog eens een keer een opleiding hebben gedaan. Een x aantal jaren. Dus heel veel deskundigheid hebben. Vaak heel veel werkervaring hebben. Dan is het belangrijk dat je dat realiseert. En dat je dus ook die mensen betrekt en vraagt, hoe zou jij nou willen dat we hier de zaken doen? Hoe kijk jij tegen dingen aan? En dat lijkt heel logisch, maar is niet altijd heel logisch. Dat zomaar aan iedereen gevraagd wordt. En dat het ook oprecht wordt geluisterd en dat het meegenomen wordt in de afweging binnen de organisatie. Heb je het anders ervaren dan? Nou ja, ik heb het zeker anders ervaren. Hè. Ik kom in een andere setting waar meer het debat ook gaande was. Waar ook meer een hiërarchische structuur was. Waarin er toch het management veel duidelijker de oplossingen aandraagde. Naar een situatie waar ik me op een gegeven moment bewust ben geworden. Ja, wacht even. Er zitten hier hoog opgeleide mensen. En tuurlijk doen die mensen hun werk en hebben ze daar wat vrijheid in. Maar vragen we die mensen wel voldoende naar hoe zij het zouden doen? Hoe zij er tegenaan kijken? En kreeg je dat dan ook terug? Want zeg maar, kreeg je terug dat mensen zeiden, hallo, mijn mening telt niet mee. Of ik weet daar ook iets van. Of je luistert niet naar me. Of... Ja, weet je, vaak gebeurt dat in eerste instantie in de wandelgang, hè. Dus mensen vinden er wat van aan het koffieapparaat, tegen collega's, klagen erover, over besluiten die genomen zijn, over zaken die spelen. Nou, dat komt je op de oren. Mensen zeggen dat soms ook wel tegen hun leidinggevende. Maar in eerste instantie gebeurt dat een beetje informeel om de leidinggevende heen, omdat vaak ook de cultuur er niet naar is. Dat de leidinggevende die feedback wil ontvangen en graag doet ontvangen. Dan uiteindelijk hoor je dat, dan moet je daar iets mee. Kijk, ik zie dat ook een beetje, ik heb dat ook in mijn privé situatie, ik ging eigenlijk mijn ogen een beetje open. Kijk, als ik met mijn vrienden ben, hè, die wat gros ook gewoon een goede baan heeft, een goede opleiding heeft, die vertellen vol trots en passie over hun werk, maar vertellen ook wat er allemaal niet goed gaat en hoe ze het anders zouden doen. Toen dacht ik, ja, ik heb die mensen waarschijnlijk ook zitten. Die dat ook op een feestje op die manier vertellen. En vraag ik die mensen nu wel? En toen ben ik toch meer gaan luisteren, meer gaan vragen. We zaten overigens ook wel een beetje, ik werkte toen bij Radar, een zorginstelling voor mensen met verstandelijke beperking, waar we ook over waren aan het gaan op het Rijnlandse manier van leiding geven van werken. En wat houdt dat in dan, Rijnland? Nou ja, Rijnlands. Kijk, Rijnlands zijn heel veel definities van. Hè? Maar in principe houdt het ook in dat je dus, wie het weet mag het zeggen. Dat je de kracht, ja, dat is een mensen hun kracht, een begrip, maar in ieder geval dat je de professionals de ruimte geeft om eigenaarschap te pakken, om verantwoordelijkheid te pakken, om samen dingen te doen. Kijk, dat is een beetje... globaal. Dat is de kern daarvan. En dat werkt gewoon. Dus je investeert heel veel aan de voorkant, waarmee je ook mensen bevraagt, je draagvlak creëert. Dat lijkt allemaal
een beetje soft misschien, maar het is eigenlijk heel professioneel. Hoezo lijkt dat soft? Want als je zegt veel investeren, betekent dat omdat dat dan veel gesprekken vraagt voordat je besluit neemt? Ja, het softe zin hem erin. Ja, nou, we gaan met een heleboel mensen praten. We gaan iedereen vragen. En er wordt veel gepraat. Maar uiteindelijk heb je die informatie nodig om goede besluiten te kunnen nemen. Om afgewogen besluiten te kunnen nemen. Om andere zienswijzen te krijgen. Om out of the box te denken. En het moet vooral ook niet de indruk wekken dat dat leidt tot de meeste stemmen gelden. Dus we hebben iedereen erbij betrokken. We hebben iedereen gevraagd. En dan nemen we een beslissing op basis van de meeste stemmen gelden. Nee, uiteindelijk is er wel iemand die een besluit neemt. En wie neemt dat besluit dan? Nou ja, dat, daar waar dat belegd is. Dat kan een directeur zijn, dat kan een bestuurder zijn. Die neemt die besluiten, maar wel nadat hij informatie heeft opgehaald. Dat hij heeft geluisterd aan de mensen. Maar kan dat dan nog steeds niet? Want als ik dat dan hoor, dan zou ik dus heel actief kunnen meedenken. Ja. En met mij andere mensen die het daarmee eens zijn. Ik zeg maar even wat. En uiteindelijk kan dan niks mee gebeuren met dat besluit. Als dat een paar keer gebeurt, dan is mijn enthousiasme toch ook helemaal weg. Ja, maar doordat je het hele proces ook hebt meegemaakt actief, kun je het ook goed plaatsen. En je kunt het ook uitleggen. Dus je geeft ook mensen terug. Waarom hebben we nou hiervoor gekozen en niet voor iets anders? En mensen zien ook waarschijnlijk het spanningsveld, de strubbeling die ontstaat. Ze proeven het probleem mee wat er ontstaat. Dus ja, mijn ervaring is wel dat mensen dat heel goed kunnen plaatsen, ook als het niet wordt. Dus ze voelen zich toch serieus genomen. Ze hebben echt het gevoel dat je oprecht geïnteresseerd bent geweest en dat je het ook mee hebt genomen in die afwegingen. En er komt een besluit wat goed is voor de organisatie. Ja, want ergens mag je van de leider ook verwachten dat hij nog uit de situatie kan stappen. En dat hij ook nog wat meer vergezichten heeft. En dat hij dat ook meeneemt. En dat hoef je niet van iedereen in de organisatie te verwachten. Dat hij vergezichten heeft. En mensen kijken ook vaak nog naar het hier en nu in de organisatie. En dan vertelde je daar straks over als je dan samen zit met vrienden. Hè, dat je verhalen hoorde van die vrienden. Wat voor verhalen had jij zelf dan? Als je op feestjes zit of zat? Ja, nou ja, weet je, ik heb vooral de verhalen dat je heel trots bent. Dus ik ben trots op op de organisatie waar ik voor werkte, wat we dat deden, waar we mee bezig waren. En ik merkte dat anderen dat ook hebben. Dus mensen zijn over het algemeen trots. Het kan ook zijn dat er mensen zitten die niet trots zijn. Ja, die zitten, of het gaat heel vervelend op het werk, of het loopt niet zoals het wilde dat het loopt. Ik zeg dan altijd, ja, blijf dan vooral niet lang zitten als je het niet kunt beïnvloeden dat het anders gaat. Hè? Zoek verder. Ja, ben je altijd trots geweest bij alle banen die je gehad hebt? Ja, ik ben van huis uit heel positief ingesteld. Dus ik ben echt van, dat zit er gewoon natuurlijk in, het glas is half vol. Dus ik zie altijd positieve. Ik zie ook de verbeteringen en wil ook graag verbeteringen realiseren en inzetten. Dus ja, ik ben eigenlijk wel altijd wel trots. Ik heb mijn plezier aan het werk. En als je met plezier aan het werk gaat, dan doe je ook dingen die je leuk vindt. En dan zie je dat er beweging is. Natuurlijk zit ik wel, heb ik altijd in een positie gezeten waar ik iets kan beïnvloeden qua beweging. Nee, ik heb nooit ergens gezeten waar ik dacht van, dit is het niet. Nee. En als je dan zegt die positieve instelling en dat ook wel gaan voor waar je van betekenis kunt zijn, want dat hoor ik je dan zeggen, dat je altijd wel op goede plekken hebt gezeten. Waar je, is dat dan, heb je dat van thuis uit meegekregen? Ja, ik ben wel opgevoed met doe me normaal, dat doe je gek genoeg. En geniet van wat er is. Dus ja, bij ons thuis ook geen klaarcultuur. Geen ouders die aan het eten zeiden van mijn leidinggevende dit of dat? Of, niet dat ik me daar bewust van ben geweest. En uiteindelijk zit er ook iets in die opvoeding van, je maakt het uiteindelijk zelf. Weet je, als er een probleem is, nou, los dat dan op. Dus dat is wel mooi. Zelf regie nemen. Ja, zelf de regie nemen. Je bent zelf aan zet om dingen te doen. En daardoor zak je dus eigenlijk
voor mezelf zit ik in de rol van slachtoffer, van een beetje de aanklager. Dan denk ik, nou oké, jongens, nou, hoe gaan we dat oplossen? Ja, dat heb ik eigenlijk altijd wel gehad. Ja. Ja. Maar leuk, dat is een vraag, denk ik, moet je daar over nadenken. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Je hebt er dan nooit zo over nagedacht? Over, want ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje waar ik naar op zoek ben. Hè? Want dan denk ik, volgens mij, die drijfveer waar jij het ook over hebt, hè? Die drijfveer en deskundigheid, volgens mij zit dat ook voor een stuk in waar we vandaan komen. Dat als we misschien in een situatie zijn geweest waarin je ja, minder gehoord bent, dat je heel graag gehoord wil worden bijvoorbeeld. Of ja. Dat als je altijd geleerd hebt om je eigen bondjes te doppen, dat je dus die later ook wil die zelfstandigheid wil hebben. Ja, ja. Ja, ik denk dat wel. Dat komt ook, kijk, ik ben in een klein dorp in Noorbeek opgegroeid, daar word ik nog altijd. Ja, het is toch een redelijk beschermde omgeving. Goed, ik was ook met mijn 15e penningmeester en hoofdleider bij de jeugdvereniging en verantwoordelijk voor het runnen van het pand. En, dus er kwamen allemaal dingen, allemaal nieuwe dingen waar ik ook totaal geen verstand van had. Hè. Maar ook op jonge leeftijd, zat dat dan in jou of werd je daar vanzelf in, kwam je daar vanzelf in terecht? Dat is in zijn dorp, hè. Ja, dan doe je als kind mee bij de jeugdvereniging en dan word je hulpleider en dan word je leider. En dan zien ze waarschijnlijk dat je wat dingen kunt regelen en dan zeggen ze, joh, wil je niet penningmeester worden of wil je niet wat dingen regelen? Ja, zo gaat dat. Zo gaat dat verder. Dus maar dan zat er ook iets in jou dat jij dat leuk vond? Dat je dat, of dat kon. Ja, ik was wel een regelaartje, zeg maar. Dus toen had ik nog geen mobiele telefoon, maar ik moest op een andere manier de dingen organiseren. Dat zat er wel in. Dus ik nam wel altijd mijn verantwoordelijkheid. Ik denk dat dat er wel in heeft gezeten. Dus als je dan in zo'n leiding zit van zo'n jeugdvereniging, ja, dan pak je dingen op. Dus dan ben jij waarschijnlijk een van diegenen die zich steeds aanmeldt van, oh, ik werk dat wel uit, of ik organiseer dat wel, of ik pak dat wel op. Ja, en dan krijg je natuurlijk dat ze zeggen, nou, dan kom dan in het bestuur. Hè? Ik denk dat dat zo gaat. Voor mij is dat allemaal redelijk, dat gewoon gebeurt. Ik nam mijn verantwoordelijkheid en je vertelde ook dat je ouders daar ook wel op stuurden. Van, goh, hè, je kunt zelf bepalen, hè, of je in de slachtofferrol gaat of dat je het aanpakt. Hè? Ja. Vind je dat als mensen niet in die houding... Daar zit er ook mijn allergie. Dus mensen die continu in een drama driehoek zitten, hè, van slachtoffer, aanklager, helper. Daar zit een beetje mijn allergie. Dat ik denk van, ach, kom op, hé, weet je, raap jezelf bij elkaar. Oké, klaag nog even 5 minuten, maar nu gaan we het oplossen. He, of wat doe je zelf? Of heb je naar jezelf gekeken? Weet je, als je een foto maakt van de situatie, he, zorg dan ook dat je zelf erop staat. He, wat is je eigen rol erin? En niet alleen de situatie bekijken als een soort van toeschouwer. Want meestal zijn situaties waar je jezelf gewoon een deel van uitmaakt. En natuurlijk kun je in een context zitten waar je daarin niet kunt beïnvloeden, of waar de organisatie niet toestaat dat het beïnvloed wordt, of de omgeving. Maar meestal kun je toch echt wel wat beïnvloeden. Dat is echt wel mijn idee erachter. Wel echt goede ideeën. Misschien moet je wat harder erop duwen en wat vasthoudender zijn. Maar uiteindelijk ga je wel gehoord worden. En in één context word je vanzelfsprekend gehoord. In een andere context moet je beter je best doen. En als mensen dan in jouw allergie zitten, spreek je dat dan ook inderdaad op die manier uit? Of kun je daar ook zo'n last van hebben dat je denkt, even niet? Ja, ik heb inmiddels geleerd om mensen daarbij aan te spreken. Hè? Dus om ook die feedback te geven. En wat dat met mij doet. Hè? Om het te signaleren. En proberen daar niet meteen een oordeel aan te koppelen. Hè? Maar gewoon, ik zie dat je ergens last van hebt. Of ik zie dat je het hier niet mee eens bent. Of ik zie dat je gewoon nog iets moet gebeuren. Dat heb ik wel moeten leren, omdat ik eerder met mijn non-verbale communicatie meestal zo dat die mensen ook aan mij zien dat ik daar last van heb. Bij een open boek. Ik heb geleerd wel om het bespreekbaar te maken op een manier waardoor de mensen niet met de hakken in het zand gaan of meteen in de verdediging gaan, maar dat ze gaan praten. En, dat kun je leren.
Hè? Dus dat zijn wat gesprekstechnieken om te signaleren van, joh, zie ik het nu goed dat je het er niet mee eens bent? Of dat je iets anders wilt? En wat is dat dan? Ja, dan komen mensen wel in praat. Het zet hen zelf ook in denken. Ja. Ja, mooi. En als je dan nou nog een tip zou hebben voor iemand, voor een andere leider? Ja, nou ja, weet je, kijk, voor een andere leider, ja, luister naar mensen, ga het gesprek eens aan met mensen, stel je eigen oordelen uit, ga op je handen zitten, kom niet te snel met zelf de oplossingen. Maar zie wat er kan ontstaan als je mensen bij elkaar brengt. Dus het is echt het mooie van de mensen om je heen. Hoe kun je dat nou, hoe kun je dat nou inzetten? Dat betekent ook soms dat het niet de oplossing is die je zelf had bedacht. Maar daarmee is het geen slechte oplossing. En ja, dat geeft je heel veel rust ook, uiteindelijk. Dus ja, je moet het ook los kunnen laten. Ja. Maar dan geef je ook aan met die oplossingen dat je inderdaad... Want... Dat doet mij wel denken aan, ik moet even denken aan community processing. Hè. Die zeggen ook, eigenlijk zou je van tevoren de kaders dan helder moeten stellen. Waardoor je zeg maar, de besluitvorming ook bij een andere groep kunt laten. Zodat ja, niet per se is van gewoon inderdaad de meerderheid kiest voor dat. Maar veel meer vanuit de gedragenheid binnen die kaders. Ja, ja. Ja dat is hem. Hè. Ik heb vanuit mijn opleiding verandermanagement onderzoeken gedaan. Naar wat maakt die dat er succesvol veranderd werd, of wat maakte nu dat er niet succesvol werd veranderd. Kijk, uiteindelijk zit die ruimte erin, hè? Dus de ruimte en de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap dat mensen krijgen, maar er zit ook in, zeg maar, is het waarom dat we dit doen wel helder? En zijn er kaders meegegeven? Is er facilitering? Vindt uiteindelijk toch het management het belangrijk genoeg? Dus is er een urgentiebesef tegen alle drukte? Dus, ja, die zit daar wel in. Hè? Dus dat je zegt, ja, er moet er wel iets van kaders zijn. Maar laat in ieder geval ruimte in die kaders. Hè? Timmer dat ook niet. Hè? Bedoel, ja, je kunt ook kaders geven waar je zegt, ja, eigenlijk moet je het zo doen. Ja, precies. geen ruimte meer voor ontwikkeling verder. Nee. Dus dan wordt die ook moeilijk natuurlijk. Dan gaan mensen niet introppen. Hè? Die gaan denken, nou ja, ik krijg kaders mee. Er zit een klein beetje ruimte. En mogelijk zit dan aan het einde van de rit er ook nog een ander besluit aan. Ja. Is het effect weg. Wil je nog iets delen wat ik niet gevraagd heb en wat je wel van belang vindt? Weet je, ik vind, kijk, ik ga natuurlijk ook voor een deel over leiderschap. Hè. Ik geloof niet zo in die hiërarchische structuur. Ik vind ook dat de leider steeds minder een schreeuwer moet zijn, maar eerder een fluisteraar en een verbinder en iemand die inspireert. En dat is denk ik wel belangrijk in de tijd waar we ons in bevinden, ja, dat die stroming, en ik zie die stroming ook overal ontstaan hoor, ja, dat die in ieder geval wordt voortgezet. En dat maakt alleen maar de opbrengsten mooier, maar ook de processen mooier en de werktevredenheid van mensen ook. Uiteindelijk gaat het ook een stukje geluk van in ieder. Ik heb altijd gewerkt in een organisatie ook voor mensen werken. En ja, je ziet ook dat direct effect heeft op die mensen. Hè. Nu op kinderen, in het onderwijs, bij radar voor cliënten in de zorg. Nou ja, goed, en we zien nu bij Mozelira dat we daar ook hele mooie resultaten nu mee gaan bereiken. Zonder dat mensen zich nog heel erg bewust zijn van alle veranderingen die ze al maken op dat gebied. Dus dat is wel mooi. Ja. Geniet ervan. Vier die successen, hè, gaan we zeggen. En dan zeg je wel, want dat triggerde me dan toch. Dan zeg je, ja, ik geloof niet zo in hiërarchische structuren, maar uiteindelijk is het wel nog ingericht waar jij werkt ook. Met een harkstructuur en sta jij daar met je collega aan de top. Ja, zo is het helaas nog en we zouden het graag anders willen. Maar mensen, ik krijg daar zelf minder waarde aan, maar ik merk dat mensen er wel waarde aan hechten. En je kunt het ook anders inzetten. Dus dan is het niet dat je de baas bent, maar je bent wel degene die de complimenten geeft van mensen heel belangrijk. Die het mogelijk maakt wat mensen heel belangrijk vinden, die het wij-gevoel creëert. Dus ja, dan ben je eerder iemand die de organisatie verder helpt. Ja, dus dan is dat de rol, dan dat in dat harkje staat. Hè. We willen ook dat harkje gewoon omdraaien. Hè. We moeten ook formuleren, een harkje voor ons, die governance en weet ik wat allemaal hebben.
Maar ja, we willen dat wel ondergeschikt maken aan de organisatie. Dus een stukje dienend leiderschap, zeg maar, gaat daar wel ontstaan. Dan zeg je eigenlijk, het maakt niet zoveel uit wat de vorm is, maar wel aan hoe je er inhoud aan geeft. Ja, dat, ja juist. Dat heb ik mooi verwoord. Nou ja, dankjewel. Jean-Pierre. Ja. Dus voor het, ik probeer het kort te houden voor de opnames, want anders gaan mensen er niet naar kijken. Nee. En mocht je als kijker nog nieuwsgierig zijn naar andere interviews, dan kijk vooral naar de serie De Mens Achter de Leider.